Oh, ja, derde Molten Shrine. Wat? Ja, I'm not even kidding. Yo kijkers van De Vimeer en Gas Games en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Pixelmon The Battle. We gaan vandaag lekker verder. Heb je er zin in? Klik natuurlijk op beide video's even een duimpje omhoog. Zet natuurlijk je scherm op half en doe beide video's open. En het enige wat ik dan verder nog kan zeggen is Dylan, succes. Hey, jij ook man. We gaan weer eens even lekker... je weet wel wat ik ga doen. Dat is niet verrassend meer. Jij gaat volgens mij in de Mesa iets onderzoeken of... Ja, ik ben nog steeds een beetje op Mesa Tour. Ik wil toch even alles hier een beetje... Mesa Tour. Als u links kijkt, ziet u Mesa Bryce. Kijk u rechts, ziet u Oceaan. Zoiets, ja. Ik heb hier wel weer een mooie masterballboom. Ik zit toch nog steeds op die orb te wachten eigenlijk. Orb. Een beetje met een... Lepeltje. Lepeltje? Ja, gewoon een theelepel. Zo, ben je lang bezig? Dan ben je best lang bezig met je soepkom. Zo. En hoe? Maar ondertussen kan ik ook lekker vliegen, dus dat scheelt. Waar vlieg je op dan? Geen idee. Game mode 1. Oké. het is vrij simpel, weet je. Als je het niet wil melden, dan doe je het niet. Melden. Ik vlieg op een legendary. Oh? Ik vlieg ook op een salamance. Ga je de grappen maken van de bingo? Hoor ik vaker. Ja, echt. Jonne. Nou, leuk Dylan dat je daar in ieder geval op aan het vliegen bent. Dank je. Ik vind het ook leuk. Ik heb het wel naar mijn zin, zeg maar. En naar mijn plezier. Lekker man. Ja, moet het dan ook altijd eventjes gewoon... Even benadrukken, gewoon BAM! Hey, een mega Venusaur. Ja, die zijn veel waard tegenwoordig van die mega. Hey, het is een rode. Woe! Dan krijgt hij nog een XP al. Mag ik hem dan twee... Mag ik hem dan vier keer gebruiken, kapper? Nee. Wat? Ach. Ik ben wel even aan het zoeken naar mijn derde Moltres Shrine. Laat me even, ja? Ik zoek toch helemaal niks? Tja. Deed maar eens een keer niks. Nou, ik word hier even eens gerekt door deze fucking mega Venus, zo kan ik melden. Ja, ik ben helemaal dood. Lekker ik gedaan, ben Venus, helemaal dood. Ah, dan denk je, ja, hier houdt de meester wel op, hier komt C. Nee hoor, ga gewoon verder. Ja. Ja. Het enige wat ik hoor, Diglett. 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 Ik weet gewoon niet eens meer waar ik moet gaan kijken. Volgens mij heb ik ondertussen hier ook wel een Mesa Plateau M, denk ik, ergens wel in het midden, denk ik. Dus dan heb ik ook een Regirock spawnplek. Regirock, Regigigas, Registeel, Regi alles. Hij is dood, there we go. En we krijgen een Assault Vest en een Rare Candy. Een raar snoepje. Oh, en dan vliegt hij ook nog even een Charizard X. Oh? Okay. Oh, wat doe ik nou allemaal? Anders vliegt hij maar om mijn oren, joh. Maar ja. Ik ben een beetje van die bomen aan het looten. En hoe wil ik achter een Charizard aangaan? Dat is ook weer de vraag. Vliegen. Flying high. Ja, maar welke fly Pokémon dan? Geen idee, ik krijg een Soldew. Dat lijkt op van die Blastoise. Soldew, zal ik er even wat over vertellen dan? Vertel jij eens even wat over Soldew. You need that one for your Latias or Latios. Hoezo dat? Daar worden de aanvallen beter van. Oh? Yep. Oké, dat wist ik niet eens. Alsjeblieft. En ik vind de Shiny Stone, hey, dat is wel leuk. Een Shiny Stone, wat kan je daar eigenlijk, legit, wat kan je daar überhaupt mee? Pokémon laten evolueren, maar welke weet ik zo 21 niet meer. Oh. Okay. Ja, dus dat scheelt me weer 7500 bij het eind van de week natuurlijk, als ik zo eentje nodig zou hebben. Dat is zeker het weten waar. En hier hebben we weer zo'n boom. Gaat lekker met jou en je bomen. Ja, ik ben momenteel echt alleen die bomen aan het looten, want je weet me nooit. Het blijft de 4th gen loot natuurlijk. Raindance, verdorie, die heb ik dan weer niet nodig. Ik krijg eventjes flinke ground gems hier. Hier hebben we weer een heel forest. Daar staat er hier toevallig nog eentje tussen. Wil je een ground gem van mij? Een ground gem? Nee.
je een rock jam hebt, wil ik wel. Nee. Oh, die krijg ik dan weer niet. Ik weet niet eens of ik die heb, lul. Oh, nou, sorry hoor. Meteen weer gaan interrupten van... die wil ik wel. Oh, die krijg ik niet. Nee, dat is toch helemaal niet gezegd? Man. Sorry, nu overgaan. Ja, nee, duidelijk. Dat gebeurt toch? Oh, het gaat hier ook gewoon nog weer verder. Tuurlijk. Ik ben ondertussen gewoon 4000 blokjes de meest zijn. Ja. Ga vooral lekker doordelen. Ja. Wil je er ook een? Wat? Mesa. Nou. Ja en tegelijkertijd ook nee. Like, ja, er zit inderdaad daar best wel wat kekke Pokémon, maar... Aan de andere kant, ja, nee, ja. Ik zit naar mijn derde Moltres Shrine te zoeken. Drie keer scheepsrecht. Oh jee, ik heb hier wel weer een boom. Earthquake TM. Oké. Moet je nagaan hoe dichtbij we eigenlijk zijn, zeg maar, bij het feit van Legendaries. Like, ik heb een Master Ball, jij vindt Moltres Shrines. Ja, nou nog daadwerkelijk de uitvoering. Ja. De Legendary die spawnt, of een of een orb die opeens ergens vandaan komt. Dat zijn de keys to the legendaries natuurlijk. Kijk, als ik mijn orb kan ik nog wel vol krijgen. Maar ja, het leuke is... Nu nog? Ja, tuurlijk. Als je gewoon als een gek... Alles aanvalt wat je ziet. Ja, precies. Nee, alleen dan is wel het probleem, je kan daar niet op trainen. Oh, ja, derde Molter Shrine. Wat? Ja, I'm not even kidding. Ik ga hem niet eens... Maar je kan... Ja? Als je hem hebt een orb, dan kan je niet op trainen. Nee, dan zal ik echt Pokémon moeten aanvallen. Maar... Ja. Er zijn dus 3 Molter Shrines in deze mesa tot nu toe. Ik heb een Power Lens gevonden. Zelf een Power Lens. En hier houdt de mesa op. Jeetje. Je hebt gewoon 2 afleveringen bijna volledig. Of nou, is heel erg overdreven dat ik deze aflevering nu al meetel. Maar je hebt heel lang er in ieder geval kunnen vullen, man. Jemig. Ja, vertel mij wat. Ik wist ook niet dat hij zo groot was. Laat ik het even vertellen dan. Je hebt bijna 2 hele afleveringen daar kunnen vullen. Ja, alleen nu nog trainen. Ja. Ik zal mijn laagste met je delen. 28. Oh. Dat is inderdaad laag. En dan heb ik er nog 3. Of dan heb ik er maar 3, zeg maar. Wat, je hebt 3 Pokémon? Ja. Ik heb me even laten gaan in de mesa. Oké. Ja, nee. Dat blijkt. Maar ja. Ik zoek nog steeds 1 Pokémon, maar volgens mij spant hij alleen 's nachts. Het begint nacht te worden, dus... Ja, dan moet ik zomaar even goed in de gaten gaan houden, zeg maar. En dan ben ik hier weer weg, want dan heb ik hier wat ik wou. Kijk, Salamence kan ik toch niet vangen en Beldum geef ik op, want... Ja... Jij vindt het vangen iets te risicovol, om zo maar te zeggen? Nou ja, kijk, ik heb 11 ultraballen. Met die 11 ultraballen kan ik eigenlijk... mijn team nog vol krijgen. Maar zodra ik bezig ga met het vangen van een Beldum, is de kans groot dat ik geen ballen meer over heb en ook geen Beldum. Dus... Dat is inderdaad heel reëel als... Ja. Ja. Zou ik een Ductrio in het water zien zwemmen, like Ductrio really do? Even kijken. Aaron, jij mag eventjes, als jij dan eventjes een rockslide doet. Oké, dat doet wel genoeg damage. Nog een keer rockslide. En... Nog een keer rockslide. Ha! Oké. Ultra bal. Maar moet ik jou nou geloven dan? Of wat je net zei? Wat? Of probeer je dit nou als soort van... En van hopelijk ga je dan denken dat het klopt. Over mijn Pokémon? Dat je een Aaron hebt. Een Aaron? Ja. Ja? Die heb ik. Oké. Hoezo? Ja, wat zeg je? Hoezo? Nee, omdat jij vanaf aflevering 1 niet wil zeggen wat je hebt en dan nu zogenaamd ga je een aanval doen waarbij je maar even het woord Aaron erin vernoemt en dan... Hè? Snap je dat ik denk van... Het hoeft niet. Nee, dat weet ik zeker dat het niet hoeft. Vraag het ook alleen. Van ben je dit nou echt aan het doen? Een shopkeeper, nou wat verkoop jij? Oh, Firestone, lekker goedkoop. Nee, die hoef ik niet. Oh ja, die shopkeeper die deed het niet, hè? Nee, die doet het nog steeds niet. Oh.
Jo, nou ja. Maakt dat nou uit, joh. Ja, in principe kunnen we aan het eind van de week weten we de prijzen toch wel. Dus dit kost gewoon 3 diamonds, klaar. Yep. Niet meer, niet minder. Oh, wat? Minder, ik spring opeens een mine in. Maar ik denk dat ik hier wel klaar ben. Ik ga op naar mijn trainpelk, want... Ik heb daar nu genoeg waypoints, ik heb genoeg shrines en dat soort dingen, dus... Dan is het klaar mee. Ja, ik moet wat andere Pokémon gaan verzamelen nu. Ik heb wel wat leuks gevangen daar, dus. Ik blij mee, jongen, dat je ook een keer wat leuks hebt. Ook een keer. Klinkt heel erg denigrerend. Ja, ik wil niet zeggen dat ik de eerste aflevering binnen shiny tegenkwam, maar... Doe wel zo. Ik wil niet zeggen dat je daar een stomp voor je hoofd krijgt, maar misschien wel zo. In Minecraft natuurlijk, hè mensen, in Minecraft. Ja, in Minecraft. Oh, wat slecht dit. Ja, en hoe? Ik zie een Venusaur. Even Balls. Kijken, ik speciaal daarop. Zo. Nou. Trainen maar. Ja. De Megafinosaur is down, kan ik u melden. 2 en een rare candy. Je krijgt een skeleton skull. Really? 2 fucking... 3 fucking Moltres shrines. Ja. Dat is toch gek, hè? Ja. 1 Mesa bij hem. 3 Moltres shrines. Nou was het eigenlijk ook niet 1 Mesa bij hem. Het waren er ongeveer 16 aan elkaar vast, maar... Ik bedoel... Daar moet je ook zo lang ervoor zoeken, natuurlijk. Dat blijft. Dat is gewoon een hele, hè? Ja, want ik heb hem nou gevonden, maar het is echt super groot. En zo eentje heb ik in elke Pixelmon serie die ik heb gehad, nog nooit gezien. Nee? Nee, echt niet. Lekker man. Lekker man. Oh, dus een Move Tutor. Wat? Dylan, gooi maar Pokéballen tegenaan of zijn Pokémon. Gaan ze wat doen! En volgens werkt het niet. Sucker Punch. Trick en blok. Dat zijn de aanvallen die hij heeft. Nou, joepie. Blok. Ja. Ja, daar heb je toch helemaal niks aan. Night so full, nee. Night so full. Niet zoveel, nee. Ik moet wel keihard gaan trainen nu, dat weet ik wel. Ja? Wat is jouw gemiddelde? Laag. Ja, moet ik anders zeggen. Hoog? Nee, ja, nee, als het laag is, is het laag. Maar goed, ik dacht van, hè, weet je, misschien geef je een gemiddelde op of zo. 35. Mm-hmm. 35 wanneer Terrenitar 63 is of 64, 65. Ja, maar Terrenitar telt niet mee, die kende je al. Maar ik heb het over het gemiddelde van je Pokémon, dan moet je niet meer Terrenitar al kennen. Ja, oké, 40. Van alles. Oké. Yep. Lekker, niet zoveel. En nou spreek ik gewoon naar waarheid. Je kan dat later terugkijken. Oh ja, nee, ik geloof je wel. Ja, nou. Natuurlijk niet zo moeilijk wel, ik geloof je daar wel in. Hé, hey, een Charizard Griekse ei. Nu gaan we gewoon eventjes... Doe nou niet op die manier het zeggen. Een Griekse ei. Hé, hey, een Kwikklaw. Een snelle klauw. Ja, een snelle klauw inderdaad. En toen crashte mijn Pixelmon. Yes! Zoete revangenaire. Zoiets, ja. Nou, dan starten we maar weer opnieuw op. Lekker, ja, man! Lekker, man. Word toch zo moe van? Ja, absoluut. Maar ja, dat is hoe Pixelmon een beetje werkt, hè? Helaas wel, ja. Maar goed... We starten gewoon weer lekker opnieuw op en doen zo meteen alsof er helemaal niks is gebeurd. Is er überhaupt aan de hand dan? Niks. Ja. Zo? Oh ja, nee, niks. Gewoon een vraag, hè. Ik dacht van, hoor ik jou nou iets zeggen dat er iets aan de hand is of zo, maar... Nee, joh. Kom je erbij. Dammit. Damacia! Ik wou jou rakken, maar ik het niet goed gegooid hebben en nou jij er vandoor bezen.
gemolten. Wat? Niks. Oh dan. Nou. Hij is bijna weer opgestart. Hoop ik heb mijn quick claw dan wel. Die kan ik best wel goed gebruiken. Oh nee, nee, niet die server joinen. Nee, oh. Dat ging dus niet helemaal goed. Overleefd heeft maar één hapje. And it works again. Welkom terug, jongen. En ik heb de quick claw. En een hele grote lag freeze terwijl ik de server join. Welkom terug, man. Dankjewel, man. Wordt gewaardeerd, man. Ik heb een lag spike, man. Ik val uit de wereld of zo. Oh, ik ben er. Lekker, man. Ja. Trainers, ik heb jullie echt nodig nu. Ja. Kom eens even hier. Level 29 trainer. Nou, dat is niet het beste wat je kan hebben. Maar goed, het is een trainer. Meen je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoog omlaag om springen, maar het is toch echt zo? Ja. Ja. Dikkeledee. Oké. Dikkeled. Nou, weet je niet waar je allemaal last van hebt? Nou, van die Dikkeled hier. Dan maak je hem maar even af. Nee, ik ren gewoon weg. Bang voor die Dikkeled. Stam ik op je rug. Het is een lelijke shiny versie. Zou het zijn als je hem gewoon in shiny gaat pakken? Ja. Je zou maar een shiny Heracross krijgen. Terwijl je Wie al een Heracross hebt. Wie heb dat? Weet niet. Zo'n loser. Maar wat nou als ik gewoon net liep te trollen dat het helemaal niet zo is? Daar was je te enthousiast voor. Oké. Okay. Nee, oké, dan was ik daar te enthousiast voor, jongen. Ja. Ik ga het iets proberen. Het feestje kan beginnen. Ja, la 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 la. Sport niet, die jongen. Wat moet ik nou zijn dan? Hier was er hier. Oh, hier is het. Ja. Oké. En dan number open. Op het beste. Ja, ik hoop ook op het beste, maar. Ja. Tot nu toe, Weinig goed. Nou, dan moet keihard trainen, dat is het probleem. Ja. Ik moet nog ergens even een Pokémon vandaan toveren met een speciale aanval. A legendary spawned in the. Bananenbiome. Bananenbiome. Het zal dan zeker wel een Zapdos zijn of een Raikou. Die zijn geel. Ja. Een kleur van de banaan. Oké, maar waar zijn mijn trainers? Hallo? Trainers? Ergens? Ah, daar. Helemaal in de verte. Nou, dat zou ook weer een Move Tutor kunnen zijn natuurlijk. Ik ga gewoon mijn Pokémon erop gooien. En het is geen Move Tutor. Oké. Okay. Oh, ik heb hier wel een Move Tutor. Eentje in een Team Rocket outfit. Nice. Ja. Die geef je je gems en dan is hij er opeens vandoor. Really, dude? Ja, Team Rocket, hè? Did you just... Hey, nog een Move Tutor. Hey, een Venusaur. In the desert biome. Een shiny mega versie. Krijgen we die überhaupt... Ik heb hier een reusachtige wheel. Krijgen we deze überhaupt down? Ik denk het niet. Hij doet Double Edge. Oké, als hij dat blijft doen, dan misschien wel. Oké. Ja, hij is neer. Mooi. Wat krijgen we ervan? Venus Ride. Een Leftovers en een Rare Candy. Nee, Venus Ride? Nee, die heb ik al. Oh. Die had ik toen al. Daar zat ik jou mee te pesten, weet je nog? Oh. Ja. Ik heb hier ook een Venusaur. Hallo Venusaur. Oh, het is een gewone. Ik heb mijn hele inventory vol zitten met spullen die ik eigenlijk niet weg wil gooien. Dat was een gewone Venusaur. Dan moet je naar huis toe. Ah, dat moet ik wel in principe, maar... Even kijken, deze gaan we eerst even doodmaken.
Deze gaan wij doodmaken, doodmaken, doodmaken. Deze gaan wij doodmaken, la 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 la. Fly me to the moon. Nee. Nou. Nee, zegt Dylan dan. Nee! Diklede, diklede. Oh nee, nee, deze mag ik helemaal niet vangen. Stop! 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 Oké, okay, goed zo. Run. Last moment. Dylan, ik zie nu ook inmiddels dat we al de 20 en een halve minuut zitten. Ja, dat zag ik ook. Oh ja, oh, jij zegt helemaal niks. Oh, jij nee. Stinkt niet, man. Dan blijf ik hier nu zo staan. Ben je klaar ervoor? Ja. Oké, okay, mensen, wij bedanken jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Pixelmon The Battle. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op elkaar, like mekaar's video. En mensen, tot morgen.